Eve is in Beverwijk om haar schroot te lossen. Maar die 32 ton uit haar trailer krijgen is nog niet zo makkelijk. Dat is een kwestie van scherp opletten. Die truck is veel lichter dan haar lading en daar heeft ze last van bij het lossen. Ja, dit doe ik dus wat ze kan gebeuren. Wat er net gebeurde eigenlijk is dat die auto die schoot in één keer heel hard vooruit. Ja, dat heeft zo'n vaart met eruit komen. Ja, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Met zoveel ton vracht kan je hier geen fout voorloven. Ik heb ook wel een keertje gehad, toen was ik met een hele zware vracht. Een vrachtauto voor mij, die verloor eigenlijk een van zijn steunpoten. En ik kon die niet meer op tijd ontwijken en daar ben ik overheen gereden. En dat heeft mij 7 klapbanden opgeleverd. En dat heeft mij heel veel moeite gekost om die hele combinatie nog op de weg te kunnen houden. Daar heb ik wel alle rijbanen voor nodig gehad. Het was wel eventjes heel heftig. Toen heb ik een heel pakje sigaretten leeggevreten langs de auto in 5 minuten tijd. Ja. Voor een nieuwe vracht is Eve onderweg naar een familiebedrijf dat geleid wordt door een alleenstaande moeder en haar 3 zoons. De 3e generatie staat trouwens ook al bijna klaar. Kun je gelijk ook kijken? Leuk hè? Nieuwe generatie? Ja, ja. Die oudste draait ook al met de kraan. Oh echt? Ja. Oh, hoe oud is de oudste? 9. Nou ja, kun je nagaan. Ja, ja. Je kunt er beter goed mee beginnen. Wie weet, misschien wordt één van hen later trucker. Eve vindt het heerlijk om bij dit soort familiebedrijven langs te gaan. Het gaat allemaal veel vriendelijker dan ze gewend is in de rest van deze industrie. Hoi. Lekker, dankjewel. En dan laat het je, hè? Ja, lange dag gehad. Ik was graag hier geweest tussen de middag, maar het liep allemaal een beetje uit helaas. Ja. Ik had nog even een pannetje soep gemaakt. Dat hoort er ook meestal bij. Ja, lekker. Dus ja. Hoe staan je paardjes eigenlijk? Ja, die staan de hele dag lekker buiten in de wei. Ze kunnen zelf naar binnen als ze willen, maar ja, die hebben een luizenleventje op dit moment. Mijn vader die was paarders mee. Oh, echt? Ja, ja. Dan ging hij dan met zijn broer zeg maar, op de brommer, de Zundap. Ja. En dan hadden ze zo'n oude schooltas, weet je wat je vroeger had? Ja, leren zo'n leren. Ja. Alle twee zo'n leren jas. En dan gingen ze naar de mensen toe, zeg maar, gingen ze dan de paarden beslaan, zeg maar. Oké. Okay. En uit het handje, niet met machine of wat. Nee. Op zijn knietje en dan... Ja. Dat is wel gaaf. Ja. Ik zie jullie de volgende keer weer. Dankjewel, ja, hè. Ja, dankjewel voor de koffie. Jo, dankjewel. Doei. Die nieuwe wereld van schroot- en stortplaatsen bevalt even wel. Bij deze mensen kom je gewoon binnen. Het is eigenlijk gewoon lekker normaal. Ze doen hun ding en ze werken ook hard. En ja, goh, die vinden het ook leuk als ze iemand op bezoek hebben. En de volgende keer kom ik daar en die herinneren zich ook nog dingen van de vorige keer eigenlijk. Als ik voorheen bij mensen kwam in de paardenwereld, dan moest ik me eigenlijk opnieuw voorstellen. Want die mensen die zijn vergeten wie je bent of wat je doet of nou ja... Ja, voor de buitenwereld klinkt het natuurlijk altijd leuker als ik zeg... Goh, ik heb Olympisch paard van Jessica Springsteen op de auto gehad. Ja, dat klinkt natuurlijk veel leuker als... Ik heb deze week bij een schootboer aan tafel gezeten en daar heb ik koffie gekregen. Ik vind dit leuker. Het maakt bij mij meer indruk, wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel hele leuke ervaringen. En dit zijn ook dingen die vergeet ik niet. En dit is natuurlijk ook een beetje de charme van het vak wat ik op dit moment heb. Ondanks dat corona voorbij is, rij ik toch nog schoot en ik ben ook niet meer terug de paardenwereld ingegaan. Ik vind mijn werk eigenlijk, ik vind het heel leuk. Als ik ooit toch nog terug zou gaan naar de paardenwereld, dan denk ik dat ik de directheid en de puurheid van de mensen waar ik nu contact mee heb en de adressen waar ik nu eigenlijk kom, dat ik dat wel heel erg ga missen. Dat denk ik wel. Voorlopig ligt mijn directe toekomst in het schoot. Ja, ik ben gelukkig hier op dit moment, dus laat gaan.
Eve leeft in het hier en nu. En ziet wel wat de toekomst haar te bieden heeft. Mighty Truckers bij Discovery.